Welkom bij deze video van het programma Veenweide Krimpende Waard. We gaan het in deze video hebben over water, waternatuur. En daarvoor sta ik hier met Robert Goudenraan van het Hoge Hemraadschap. Robert, kun je vertellen waar we staan? Nou, we staan hier op de kruising eigenlijk van drie natuurgebieden. Achter mij het natuurgebied de Nessen, Berkenwoudse Driehoek en hier voor ons het gebied wat we nog ingerichten, Oudeland. Water is een belangrijk onderdeel van de plannen. Kun je vertellen waarom dat is? Ja, waterkwaliteit is belangrijk, hè, voor mens, dier en plant. De waterkwaliteit staat al jaren onder druk. En ja, het is belangrijk om daar in ieder geval ook verbeteringen aan te brengen. Kun je vertellen wat er niet goed is aan het water? Ja, er zit veel te veel fosfaat in het water. Vaak valt het woord of het begrip kaderrichtlijn water. Wat is dat? De kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die voorschrijft waar water, Europese water aan de waterkwaliteit moeten voldoen. Nou, is volgens mij 2027 een belangrijk moment. Dan moet het water aan bepaalde eisen voldoen. Hoe staan we ervoor in Nederland? Heb je daar een beeld van? Nou, er is nog heel veel te doen aan de waterkwaliteit. Er is een hele grote uitdaging, ook in dit gebied. Een groot gedeelte van het nog in te richten gebied valt ook onder de kaderrichtlijn waterrichtlijn. Dus er moet nog een hoop gebeuren? Ja, zeker. Robert, waarom is het belangrijk om het waterpeil op sommige plekken omhoog te brengen? Nou, dus enerzijds om de ideale omstandigheden te creëren om, voor de water- en de landnatuur. Maar anderzijds om de bodemdaling tegen te gaan en om veenafbraak tegen te gaan. Welke watermaatregelen gaan jullie treffen? Nou, we gaan het natuurgebied gaan we isoleren van het agrarisch gebied. En die isolatie die gaan we doen door middel van het aanleggen van dammen, pijlscheidingen dus. Stuwen inlaten om uiteindelijk ja, het minst of schoon water in ieder geval in te kunnen laten in het natuurgebied. Dus het natuurwater, dat verschilt straks van het water in de rest van het gebied? Ja, we proberen het natuurgebied peil te houden met zoveel mogelijk regenwater. Als dat niet voldoende is, dan gaan we water inlaten door middel van dit soort inlaten die je hier ziet achter ons. En dat is zo schoon mogelijk water wat we vanuit de grote rivieren krijgen. En dat gaan we door de natuurgebieden heen leiden. En dat komt uiteindelijk weer in het agrarisch gebied terecht. Robert, we staan hier bij een ding waar mensen vaak langs fietsen, denk ik, zonder misschien te weten wat het precies is. Kun jij dat vertellen? Ja, het is een inlaat. Hiermee kunnen we water uit deze watergang inlaten straks in het natuurgebied de Oudeland. Bovenop kunnen we een spindel zetten en kunnen we hem opendraaien en kunnen we de schuif openen. Dat doe je dus handmatig. Op het moment dat dat nodig is? Ja, ja. En hoeveel van dit soort inlaten zitten er in het hele gebied? Velen. Ik weet niet hoeveel, maar... Ja, het zijn dus allemaal elementen die jullie nodig hebben om dat waterpeil ja, dit is goed een te van de, ja. Dit is een van de kunstwerken die we gebruiken om het waterpeil te kunnen beheren in het gebied. En andere voorbeelden zijn? Ja, grote gemalen natuurlijk, om water vanuit de polder de IJssel op te pompen onder andere, of op de lek. Stuwen waar het water overheen valt, om uiteindelijk ook water uit het natuurgebied af te wateren op het agrarisch gebied. Dat soort zaken, ja. Je komt ook uit dit gebied. Vind je het belangrijk dat hier gewerkt gaat worden en gewerkt wordt aan de natuur en aan het water? Ja, zeker. Ja, zeker. En ik vind het mooi om er een steentje aan bij te dragen. En het is ook mooi om te zien dat je na de inrichting van de Nessen en de ontwikkeling al ziet van het gebied. En dat samen kan gaan ook met agrarisch natuurbeheer. Ja, ik vind dat mooi om te zien. Robert, waar staan we nu? Ja, we staan nu in de Berkenwoudse Driehoek. En achter ons is de Nessen. Dus we staan nu een stuk zuidelijker als waar we net stonden. En waarom staan we hier? Ja, we staan hier om wat te laten zien van wat we aan maatregelen gaan treffen ook in Oudeland. Hier kun je onder andere zien achter een stuk pijlscheiding wat we hebben ingericht. Dus daar scheiden we het agrarisch gedeelte met het natuurdeel. En de grond die hier vrijkwam bij het graven van oevers, die is verwerkt in die pijlscheiding die we achter ons zien. Dus die pijlscheiding is eigenlijk dat lage dijkje, als ik het zo mag zeggen? Ja. En die loopt hier ook zo door, hè? Ja, maar we staan er nu op en dat vormt één geheel. En waardoor we in het gebied, in het natuurgebied, het pijl kunnen ophogen. Want dat pijlscheiding betekent dus dat er waterpijlen kunnen verschillen tussen twee aansluitende gebieden? Ja, we kunnen de waterpijlen in het natuurgebied apart van het agrarisch gebied beheren. En waarom staat het in het natuurgebied hoger? Nou, in het voorjaar wordt het waterpeil omhoog gezet om in ieder geval de grasgroei te remmen. En uiteindelijk ook de bodem weker te maken
waardoor de grutto's onder andere hun voeding in de toplaag kunnen vinden. Het Hoogheemraadschap is samen met de gemeente en de provincie een van de drie partners in het programma Veenweide Krimpende Waard. Kun je vertellen wat de rol van het Hoogheemraadschap is? Wij zijn als Hoogheemraadschap betrokken geweest bij de inrichting van deze natuurgebieden. En vooral de projectleiding hebben wij gedaan. Wat onze rol is bij de vervolggebieden is dat wij de hoofdwatermaatregelen zelf aanleggen. Zoals de inlaat door de IJsseldijk, de inlaat in de Vlist. En we gaan een aantal bruggen, waaronder in Oudeland, in de Oudelandse weg gaan we aanleggen. En we zijn straks ook beheerder van het water in de natuurgebieden. Dankjewel Robert. Dit was de video over water en waternatuur. Meer informatie is te vinden op www.veenweidekrimpendewaard.nl. Heeft u daar gekeken en alsnog vragen? Mail dan naar info@veenweidekrimpendewaard.nl. Tot ziens.